is natuurlijk een bijzonder jaar. We leven ook in een bijzondere tijd. Economisch gaat het natuurlijk redelijk nog voor de wind in Nederland. Maar we zien dat de vastgoedsector het natuurlijk heel zwaar heeft. En daar hebben wij van als FGA natuurlijk ook last van. Als wij kijken naar de ontwikkelingen die we de laatste periode hebben gezien, is het opvallend dat we natuurlijk wel heel erg in beeld zijn als het om financieringen gaat, om nieuwe financieringen gaat. Dus daar doen we ons best om gewoon zoveel mogelijk dicht bij klanten te opereren en zoveel mogelijk te kunnen faciliteren. Aan de andere kant zien we natuurlijk ook best dat we in onze portefeuille een aantal punten zien waar we wat extra aandacht aan moeten besteden. Dus we zijn ook heel erg bezig met het beheer van de portefeuille. De mensen binnen het bedrijf is een crisistijd nou een periode waarin juist gekozen wordt voor nieuwe mensen en nieuwe invalshoeken of juist de expertise van de oudere generatie werknemers? Nou, bij FGH heb je eigenlijk, ik werk daar nu inmiddels 22 jaar, heb ik steeds een constante stroom gezien van instroming van mensen. Het is ook een heel groot opleidingsinstituut voor vastgoed, zou ik willen zeggen. Het is, als je FGH op je cv hebt staan, dat is absoluut in je voordeel. Daar komt bij dat mensen die natuurlijk afgestudeerd zijn en bij ons terechtkomen, die blijven natuurlijk een bepaalde periode. Dus de jongste generatie maakt wel mee dat je in feite een hoogtij in vastgoed nu ziet afwisselen door een wat laagtij in vastgoed. Maar dat is natuurlijk wel een enorme uitdaging om, ook voor de jonge mensen, om te zien hoe gaan de oude makkers zeg maar binnen zo'n bank daarmee om. En wat hebben die dan voor coachingsrol? En ik vind het een enorme uitdaging om daar leiding aan te mogen geven en gewoon dat proces op een goede manier te faciliteren. En ik denk dat ook de kracht van FGH is. Het gaat om mensen en het gaat om stenen en ik denk dat ultiem bij elkaar past bij FGH. En dus zijn crisistijden ook de tijden waarin nieuwe ideeën geboren worden? Nou, voor nieuwe ideeën heb je natuurlijk niet per se een crisis nodig. Ik denk dat een crisis vaak de ideeën toch onder een veel grotere druk gaat zetten. Dus de ontspannenheid om met een idee te komen is in een hoogconjunctuur natuurlijk vele malen makkelijker dan in een crisistijd. Alleen in nood leer je vrienden kennen, zeg ik altijd. En in nood leer je ook gewoon de uitwegen zoeken om bepaalde problemen op te gaan lossen. Dus er wordt wel een ultiem beroep gedaan op mensen om vooral heel creatief te zijn. Dan nog even over de profalen. Jullie staan hier dan. Is het nou ook extra druk op de stand? In vergelijking met de voorgaande jaren denk ik dat er toch wel wat meer bezoekers weer zijn gekomen. Dat heeft natuurlijk denk ik toch te maken in de tijd waarin we leven. Mensen zoeken elkaar natuurlijk ook op. Als financier zijn we redelijk middelpunt ook in de Nederlandse vastgoedmarkt. Ik denk niet dat zoveel vreselijk veel anders is als een paar jaar geleden. Alleen ik denk dat vanuit de populatie in vastgoed er een enorme gedrevenheid is om hier gewoon 3 dagen present te zijn. Om met elkaar toch te praten over waar gaat het heen, wanneer komt er een evenwicht, gaan we weer omhoog en al dat soort facetten, ja, die passeren hier de revue. Maar ik denk dat het heel belangrijk is voor vastgoedmensen, ook in een tijd zoals nu, om vooral te blijven proberen om vanuit die eigen kracht te blijven opereren. En vooral ook niet te veel op die korte termijn zitten te focussen. Ik denk dat vastgoed niet past met een korte termijnvisie. Vastgoed past bij een lange termijnvisie. Dus ik denk dat je daar vooral moet proberen om die lijnen op een goede manier vast te houden. En ook het vertrouwen te hebben in de kwaliteit van je onroerend goed. En er kunnen natuurlijk heel bijzondere dingen gebeuren. Er kunnen planologisch natuurlijk aanpassingen gedaan worden met routing naar gebouwen toe. Daar word je er ook mee overvallen. Maar gewoon een goed gebouw, een courant gebouw, dat staat als een huis. En of dan de waarde 10 of 10,5 is. Dat interesseert mij eigenlijk niet zoveel. Ik vind dan veel belangrijker, hoe sterk is die kaststroom en hou ik die kaststroom wel overeind? Want ik denk dat het ultieme gegeven is van goed vastgoed genereert altijd cashflow.